Goedemorgen, welkom allemaal bij deze webinar van Goodwee. Ik doe een korte intro en als jullie daarna nog vragen hebben, dan hoor ik het graag. Libra Energy doet sinds 2014 zaken met Goodwee. Naar alle tevredenheid en het aantal Goodwee-omvormers wat bij ons dagelijks de deur uitgaat, stijgt nog steeds. Dus wij zijn heel erg tevreden met Goodwee. En we zijn ook heel erg blij dat zij de tijd en energie hebben gestoken om deze webinar te organiseren samen met ons. Libra bestaat sinds 2007. De afgelopen jaren zijn wij ook Libra Cleantech en Libra Charging Solutions gestart. Sinds 2017 zijn we onderdeel van de Renza family. Als je deze cijfers bekijkt, dan spreekt het eigenlijk voor zich. We zijn de afgelopen jaren heel erg gegroeid qua medewerkers, maar ook qua warehouse en qua aantallen die bij ons dagelijks de deur uitgaan. Dat wordt mooi weergegeven in deze sheet. Nou, waarom zou je voor Libra moeten kiezen? Je kunt bij ons makkelijk bestellen via de webshop, via de telefoon, via je vaste accountmanager. Tot 16:30, dan als het een beetje normale bestellingen zijn, leveren we het de volgende dag uit. We hebben een technische support. Het is misschien ook wel goed om te weten dat wij officieel servicepartner zijn van Goodwee. Onze aftersales kan 9 van de 10 keer als er issues zijn of als het niet lukt met installeren, telefonisch support geven. En als je er dan nog niet uit kan komen, dan is ook field service mogelijk. En als het komt op de panelen, dan hebben wij ons eigen kwaliteitsteam in China. Zitten, werkzaam zijn. Twee mensen bij Libra in dienst die eigenlijk alle panelen die onze kant op komen controleren op kwaliteit. Dus controleren of de kitranden goed gekit zijn, of de coating niet te dik of te dun is, of er geen kleurverschillen zijn. Kortom, of er geen microcracks in de panelen zitten. Al dat soort zaken. Controleren zij voordat het op de boot naar ons komt. Momenteel hebben wij een aantal panelen in de actie. Dat zijn de JA Solar 320, de Seraphim 330 en de Tailswind 335. Dit zijn alle drie tier 1 spelers. Gaan bij ons uit het assortiment, dus op is op. En momenteel zeer aantrekkelijk geprijsd. En heb je hier vragen over, dan kun je of ons kantoor bellen of contact opnemen met jouw accountmanager. Dan was dit eigenlijk mijn presentatie. Dan wil ik jullie heel veel plezier wensen bij het luisteren en volgen en leren van alles wat Aniel van Goodwee vandaag gaat vertellen. En veel plezier. Dank u wel. Dank u wel, Pamela. Ja, dank u wel voor de introductie. Ik wil ook alle deelnemers ook heel erg bedanken dat ze de tijd hebben genomen om vandaag de webinar te volgen. Moet jij het scherm overnemen? Ja. Het is nu nog steeds zwart, denk ik. Ja, hartstikke bedankt dat jullie er zijn. Vandaag gaan we het dus hebben over de commerciële oplossingen die wij bieden als Goodwee. En ik zal hier en daar ook andere onderwerpen raken, zoals de SEMS Portal. En ook monitoring en dat soort zaken. Dus dat zal geïntegreerd zijn in mijn verhaal. Ik zie in de panelist zie ik we hebben nu ongeveer, ik kijk hoeveel mensen we hebben. Participants. Ja, intussen zijn er al
5 participants. En ja, als er tussendoor vragen zijn, stel ze gerust in de chatwindow. Dan zal ik ook na elk hoofdstuk die ik heb behandeld tijdens de webinar, zal ik even stilstaan bij de chatwindow. En zal ik proberen die vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Normaal gesproken word ik ook bijgestaan door mijn collega, maar dat was echt een urgent case. Dus die is nu niet aan mijn zijde. En dat vind ik ook niet erg. Dus ik zal proberen zo goed mogelijk te beantwoorden. En anders zullen we terugkomen op de vragen die dus niet direct beantwoord kunnen worden. Goed. Ik zelf ben dan 2 maanden geleden aangenomen door Goodwee als technisch manager om zeg maar het hele after sales stuk meer vorm te geven. En een van de dingen die mij dus direct is opgevallen is dat ik in principe weinig support aanvragen krijg van Libra. En dat vind ik best goed, want Libra die probeert dus zoveel mogelijk service aanvragen en ondersteuningen zoveel mogelijk zelf op te lossen. En dat vind ik heel erg positief. Dus uiteindelijk hebben installateurs en klanten, die hebben een soort van een one-stop shop, waar ze terecht kunnen voor hun nieuwe producten, maar ook voor de after sales vraagstukken. En vanuit onze missie werken we er ook hard aan om onze slogan ook waar te maken, hè? Across the ocean to stay with you. Vandaag dus wil ik een aantal onderwerpen behandelen. En die onderwerpen die richten zich voornamelijk op het commerciële stuk, op ons commerciële portfolio en uiteindelijk ook op de features die daarmee samengaan. Dus ik ga het even hebben over de opbrengsten, over de investeringen die je doet, simpele O&M, dat staat voor Operation and Management Maintenance, over de kwaliteit van onze omvormers. Nog even heel kort ingaan op de HT-series die binnenkort wordt gereleased. En ook heel kort ingaan op de website, op onze website. Nou, ja, hier zie je dus eigenlijk een aantal omvormers. En deze omvormers zijn in de range van de SMT-series. Je ziet dat die 3, 5 en 6 MPPT-trekkers heeft. En momenteel worden die geleverd in de 25 kilowatt variant, 30 kilowatt variant en 36. En alles in het rood is eigenlijk nog niet leverbaar, maar die komt binnenkort wel leverbaar. Als je kijkt naar de MT-series, die zijn momenteel wel leverbaar in de 50, 60 en 80 kilowatt variant. 70 en 80 wordt binnenkort gereleased. En wat je dus ook ziet, hè, de HV staat voor high voltage. Dus in principe niet voor de Nederlandse markt. Dus dan voor 500 volt. Maar dat is wel iets waar ook aan wordt gewerkt door Goodwee. BFMT. BF staat voor bifaciaal. Dat zijn panelen met dubbelzijdig glas, zeg maar. Daar is dus ook een speciale variant voor binnen de MT-series. En uiteraard de HT-series, dat is de serie die dus dit jaar uitkomt. Te beginnen met de 100 en de 120 kilowatt variant. En later komt dan de 136 watt variant en nog later de 250 kilowatt variant. En daartussen komt ook nog een 110 kilowatt variant. En er zijn er ook nog andere oplossingen en deze hebben zeg maar de low voltage markt. Dus dit is niet echt van toepassing op NL, op Nederland. Maar LV staat in dit geval wel gewoon voor low voltage. Goed, MT-series in 1 oogopslag. Je ziet dat de MT-series is het mogelijk om op het net, op de grid aan te sluiten. 380 volt grid met de 50, 60 en 80 kilowatt. MT-series voor bifaciale modules. Die zijn er dus ook. En dit is de 70 kilowatt high voltage variant. En dan hebben we natuurlijk de low voltage variant. En dat is dan speciaal voor landen als Brazilië, Noorwegen en Spanje.
En dan de HT-series. Ja, die is dan toegepast voor een 380 volt net. In 100 en 120 kilowatt variant. En je ziet ook dat die 1100 volt DC ingangspanning aan kan. Daarover straks meer. En natuurlijk de high voltage variant. En die staan speciaal voor open velden en utiliteitscentrales. Nog even de HT-omvormer in het kort. Hè, 1500 volt DC ingang. En dit is dan een 250 kilowatt variant. Hij heeft 12 MPPT-trekkers. En is eigenlijk onderdeel van de HT-series. En dit is dan waar ook hard aan gewerkt wordt. En in principe komt deze uit na 100 en 136 kilowatt omvormer. Goed, ik ga even kijken of er vragen zijn in Q&A. Er zijn geen open vragen, zie ik. Of kijk ik niet goed? Nee, laatste bericht zie ik dat Hilbert, dat hij goedemorgen zegt. Ik hoop dat jullie dat ook zien. Hoe kom je daar? Ja, je hebt een Q&A-venster en je hebt ook een chat-window. Dus ja, die vragen kun je daarin stellen. Dus als er voor nu geen vragen zijn, dan ga ik weer verder. Ander voordeel die de Qutvi omvormers heeft, is dat er hier en daar toch marginaal hogere opbrengsten zijn ten opzichte van de andere type omvormers, of andere fabrikanten in dit geval. Een hele simpele is dat er multi-MPPT-trekkers zijn. En hiermee is het dus eigenlijk mogelijk om de nadelige invloeden die er zijn. Met nadelig bedoel ik dat je panelen toepast die echt super hoog rendement zijn. En misschien ook panelen wil toepassen die minder rendement opleveren dan dat eerste. En die kan je heel goed scheiden door dat aan te sluiten op een aparte MPPT. Dus dat is een van de voordelen. En je kunt natuurlijk ook spelen met de diverse liggingen van die panelen. Het kan best zijn dat er een schuin dak is en een plat dak. En ook die strings kun je heel makkelijk scheiden. En dus met additionele MPPT's kun je hier heel goed op inspelen. Nou, het is ook mogelijk, hè, vooral met de HT-series, om meer vermogen uit de panelen te krijgen. Je hebt wel tot 50% DC overdimensionering bij de HT-series. En dat geldt overigens ook voor de MT-series. Dus dat is, uiteindelijk heb je hier haal je veel meer rendement uit. Wij kennen dus ook meer AC-vermogen. Dat betekent dus dat er tot 15% overloading mogelijk is. En je ziet ook dat het zichzelf terugverdient als dit ook terug wordt geleverd aan het net of voor eigen gebruik wordt ingezet. Dus die 15% AC-overloading is een hele grote plus ten opzichte van sommige andere omvormerfabrikanten. Nou ja, goed, 1100 DC input betekent dus ook uiteindelijk meer panelen. En een en ander wordt ook geïllustreerd middels een berekening. Je ziet hier dat er een aantal zaken constant zijn. De 300 watt per paneel is constant. Open klemspanning is 40,1 volt. En de temperatuurcoëfficiëntie, dat zijn allemaal constanten. En ook de lokale minimale temperatuur is min 10. En als je deze constanten invult in de formule, behalve dan die 1000 volt als input DC voltage en 1100 volt, dan zie je dat er toch wel een verschil uitkomt van twee panelen. Dus met die van 1100 volt kun je in deze configuratie twee extra panelen op aansluiten. Dus dit is ook weer een winst die je dan kunt bereiken met de HT-omvormer. Nou, je kunt ook een hogere opbrengst bereiken middels het feit dat er een lage opstartvoltage is.
Bij de 50 MP-series is dat 200 volt. En dat betekent dus dat je in vergelijking met sommige andere fabrikanten, dat je daar toch extra rendement in kunt behalen. Tot wel 0,3 tot 0,5% per dag of per maand, per jaar. Het is een percentage, dus het maakt in principe niet uit welke tijdseenheid je daarvoor neemt. In onze MT-series bijvoorbeeld is het met de smart fan cooling wordt het mogelijk gemaakt om een stabiel rendement te bereiken. En je ziet in het grafiek dat bij 50 graden dat het rendement stabiel wordt gehouden. En dat komt echt puur door toepassing van die ventilatoren. En dit wordt dan bereikt door die ventilatoren, dat zijn Japanse NMB-ventilatoren. En die hebben ook een IP68-certificaat. Ja, dat betekent dat ze ook tegen stof en spatwater dicht zijn. Hier had ik het net ook heel even over. De MT-series die dus ook bifaciale panelen aan kunnen, die hebben eigenlijk een hogere DC-stroom drempel. Dat betekent dus dat je uiteindelijk ook meer eruit kunt halen uit die bifaciale panelen. Ze hebben een maximale ingangsstroom van 15 ampère. En dat betekent dus ook dat je meerdere compatibiliteit hebt met meerdere fabrikanten die bifaciale panelen leveren. En ik weet dat de toepassing van de bifaciale panelen is nog niet zo groot in Nederland. Misschien ooit in de toekomst. Maar het is vooral bij uitstek geschikt als je weinig oppervlakte hebt. Op je dak bijvoorbeeld. En dat mensen dan toch voor gaan om dergelijke panelen toe te passen. Goed, ik ga weer even kijken of er vragen zijn. Even kijken. Ik ga naar. Oh, ik zie. Wat bedoel je met precies over een AC-zijde? Deze staat op data. Wat betekent dit dan? Wat bedoel je met 15% overloading? Wat betekent deze staat op data 96 ampère? Even kijken hoor. Ik ga even terug naar. Dit betekent uiteindelijk ook dat, even kijken, meer AC-waarde. Het betekent gewoon dat die stroom, het is niet die stroom, het is uiteindelijk wel het vermogen wat uiteindelijk in combinatie met die spanning wordt bereikt. Ik zal ook even terugkomen op het feit hoe je dit uit die datasheet kunt herleiden. Dus ik zal dat wel even noteren dat ik op die vraag wel terugkom. En dit is wel in ieder geval, heeft dit wel betrekking op de HT-series. Dus dan zou ik even moeten natrekken hoe dit is op de HT-series. Oké. Dank voor je vraag, Hilbert. Het staat genoteerd, dus ik zal daar wel in detail op terugkomen. het tweede stukje gaat over lagere investering. Op onze omvormers is er een geïntegreerde SPD voor de protectie van bijvoorbeeld blikseminslag. Het type 2 SPD, dat vind je terug op de AC en DC zijde. Dat is dan geïntegreerd. En type 3 is dan ook geïntegreerd op het communicatiebord. Normaal gesproken hoef je dan geen aparte SPD beveiliging te kopen, zeker te investeren. Dus die kosten bespaar je dan ook door het aanschaffen van een goodwill-omvormer. Je ziet ook dus dat in ieder geval de MT-series, die hebben anti-PID-module. P
PID staat voor Potential Induced Degrading. En dat wil eigenlijk niks meer zeggen dan dat overdag zijn er bepaalde panelen die zien het effect van de strooistromen. En daardoor gaat ook het rendement achteruit. En wat doet dan die MT-series van ons, die anti-PID-module, die zorgt dus voor dat in de avonduren wordt er een bepaalde spanning gezet op die panelen. En die spanning die zorgt er dus voor dat de geladen deeltjes uit de cellen worden gezet. En met andere woorden, die panelen worden opnieuw geregenereerd. Zodat ze de volgende dag weer aan hun maximale rendement zitten. Er zijn ook PID-free panelen. Die ondervinden dan geen last van PID. Maar dit is wel een hele goede toevoeging om dat hele PID-verhaal tegen te gaan door toepassing van deze omvormers. Je kan ook besparen op AC-kabels. En je kunt dus ook besparen door omvormers parallel aan te sluiten. En je kan ook dikkere kabels toepassen. En de MT-series die kunnen ook een maximale dikte aan van 120 mm kwadraat als je een externe box toepast. Goodwee die levert ook een oplossing om de cosinus phi dynamisch te compenseren. En daar is het dan de SEC1000 voor, dat is de dynamische vermogensregelaar. En die is wel stukken goedkoper dan als je daar een aparte dynamische cosinus phi vermogenscompensatie installatie voor aanschaft. Je kan via die SEC1000 kun je allerlei parameters instellen en zodoende bespaar je ook op kosten. Nou, dan zijn we weer bij het volgende hoofdstuk aangekomen. Ik kijk weer naar mijn chatwindow. Ik zie dat er geen nieuwe vragen zijn. Dus dan ga ik weer verder. Simpele O&M, operation and maintenance. Hier ga ik dus aspecten bespreken. Die zeg maar het hele operationele vraagstuk en onderhoudsvraagstuk vergemakkelijken. En ik wil eigenlijk beginnen met het configureren. Hè, dus de commissioning van bepaalde van de omvormers. En commissioning kun je dus doen via het LCD-panel. Maar je kunt het dus ook doen via, via een app. Via Bluetooth dan. Bluetooth is nog niet beschikbaar op de omvormers, maar wordt bijvoorbeeld wel standaard beschikbaar op de HT-series. En dat is ook vooral handig als je omvormer geen paneel heeft, dan is eigenlijk het instellen met een app is eigenlijk wel een must. Ook hier, dit is ook een slide vanuit China. Hier wordt eigenlijk getoond dat het ontwerp eigenlijk vierkant is, waardoor je, mocht er een bepaald bord of onderdeel vervangen moeten worden, dat het toch wel simpel gedaan kan worden. En hiermee impliceer ik niet direct dat dit op dit moment wordt gedaan, maar het is wel een mogelijkheid, mochten wij toch ervoor kiezen, of toch ervoor gaan om reparaties in het veld uit te voeren. Oké. Even kijken. Er zijn ook diverse monitoring oplossingen. En we hebben natuurlijk heel veel type omvormers. En ook heel veel communicatiemogelijkheden. Dus ik heb deze slide geeft wel een impressie van wat er allemaal mogelijk is. Maar je kunt dus, als je tussen meerdere units wil communiceren, maak je gebruik van het RS-485 protocol. Uiteindelijk kun je dus ook, zeg maar, die,
die omvormers aansluiten op een EasyLogger of op een SCC-1000 of op een SCB-2000 als je gebruik maakt van een glasvezelnetwerk. Dus uiteindelijk is er van alles mogelijk en ook is er mogelijk om via wifi te communiceren, via LAN, maar ook via 4G. 4G is nog niet leverbaar voor de omvormers. 4G is nog in een testfase, maar ik denk niet dat het lang zal duren eer 4G ook daadwerkelijk beschikbaar komt voor onze omvormers. En ik had zodoende ook, omdat er heel veel omvormers zijn en heel veel verschillende communicatiemogelijkheden, heb ik ook gevraagd of er een tabel beschikbaar is. En de tabel was inderdaad beschikbaar. Hier kun je dus eigenlijk in één oogopslag zien wat er wel en niet mogelijk is met de verschillende series. En alles wat een beetje zalm gekleurd is, is optioneel en zal binnenkort beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld de LAN-oplossing bij de SDT G2, maar ook de Bluetooth-oplossingen bij de genoemde series. En ook hier zie je dus die 4G-oplossing, die dus ook binnenkort beschikbaar komt. En als het goed is, zal dat ook beschikbaar komen voor de commerciële omvormers, 4G-module. Ja, het is dus ook mogelijk om glasvezel toe te passen. En het glasvezel communiceert uiteindelijk ook met onze SCB-2000 module. En je ziet dat uiteindelijk kun je 40 omvormers aansluiten op die SCB-2000. En er zijn allerlei maatregelen genomen om zo storingsvrij mogelijk, om die communicatie storingsvrij mogelijk te laten plaatsvinden. En dit geldt wel voor een veldopstelling zonder verbruiker, CQ-belasting. Maar dit is dus wel gewoon mogelijk. Ik weet niet of er projecten zijn die op deze schaal al zijn gerealiseerd met GoodWe-producten. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat de ervaringen zijn daarvan. Dan hebben we ook nog GoodWe SAMS Dashboard. Dus in principe is dat een vrij te verkrijgen oplossing. En hiermee is het uiteindelijk ook voor de verbruiker of installateur of dealer mogelijk om op afstand te monitoren. En diverse zaken worden hier visueel zichtbaar gemaakt. Bijvoorbeeld het gegenereerde energie per dag, per jaar, tot zelfs de stromen die in een bepaalde string aanwezig zijn. Er zit ook een alarmfunctionaliteit in het SAMS dashboard. En mocht er dus storingen zijn of potentiële storingen optreden, dan wordt er een alarm gegenereerd. En dan kun je uiteindelijk ook beslissen wat je ermee doet. En of je on-site gaat of iets anders. Dit is een inlogscherm van SAMS dashboard. En uiteindelijk, ik heb hierboven heb ik iets omgekaderd. Dat is een operation guide en dat is een PDF met een soort van een gebruiksaanwijzing. En dan kun je dus eigenlijk heel uitgebreid kun je daarin teruglezen hoe het werkt en hoe je bepaalde dingen instelt. Ook als installateur. Nou is het wel zo, vanuit China worden er bijna wekelijks updates gepusht. Dus het SAMS-portal wordt steeds robuuster gemaakt en er worden functionaliteiten toegevoegd. Dus het kan best zijn dat die guide die dus beschikbaar is op de SAMS-portal, die je daar kan downloaden, dat die misschien 2 of 3 versies achterloopt. Maar we zijn wel bezig om die guide zo snel mogelijk te actualiseren. En wat je ook op die GoodWe-portal ziet, onderin zie je dus een link naar Easy Designer, dat is dus design software om een installatie te ontwerpen en om te berekenen hoeveel panelen je nodig hebt voor een bepaalde configuratie. Dus dit is ook eigenlijk een update op de Easy Designer 1. En ook hier is die gebruikshandleiding is ook nog in de maak. Ik ben vanuit GoodWe bezig
om een specifiek een webinar te organiseren voor het hele SEMS portal. Want het is best, je kan best heel veel nuttige dingen mee doen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de Easy Designer, om ook een korte webinar te organiseren voor het Easy Designer stuk. En de bedoeling is dat wij dat ook uiteindelijk gaan publiceren op onze YouTube kanaal. Dus dan is het ook heel makkelijk om dat materiaal weer op een ander moment terug te bekijken. Ja, dus het is ook mogelijk om Open API Application Protocol Interface staat dat volgens mij voor. En dat betekent niets meer of minder dan dat de data die je tussen omvormers en tussen de Easy Logger en onze SEMS portal wordt uitgewisseld. Daar kun je zeg maar ook bij, als je een externe applicatie wilt gaan ontwerpen. Als je bijvoorbeeld een eigen dashboard wilt gaan ontwerpen, dan kun je ook dat doen op basis van de data die via de Easy Logger Pro beschikbaar komt. Zo kun je dus ook een externe applicatie ontwikkelen dat eigenlijk onderdeel is van een ander groter geheel. Als je bij die API protocol wilt, dan vanuit Goodwee hoofdkantoor wordt er wel geëist dat er een NDA-formulier wordt ondertekend. Maar ja, dat is dan een geheimhoudingsovereenkomst. Maar het is wel gewoon allemaal mogelijk om bij die data te komen. Even kijken. Hebben jullie ervaring met API-toepassingen? Dat je dan een derde partij of een externe applicatie ontwikkeld of heb ontwikkeld. Je mag dat eventueel ook in de chatwindow beantwoorden. Ik ben heel erg benieuwd. Nee, nog niet. Oké. Nou, het is ook heel erg, omdat die data ook uiteindelijk ook beschikbaar gemaakt kan worden, is er ook een overeenkomst gemaakt met fabrikanten voor dataloggers. Die zijn, sommige zijn ook echt compatible met onze systemen. BlueLog bijvoorbeeld en SolarLog. En hiermee kun je nog makkelijker bij die data als je een externe applicatie wilt gaan ontwerpen. En daar kan ook nog eens bij dat het dus niet uitmaakt of je alleen maar Goodwee omvormers gebruikt. Maar het kan ook samenwerken met andere merken. Ja, SCADA compatibiliteit. En dat is eigenlijk niets meer of minder dan een visuele weergave van een dashboard. Dat is ook allemaal mogelijk. En hier zie je daar een schematische weergave van. Maar het is wel gewoon mogelijk. We zijn ook compatible met weerstations die communiceren middels het Modbus RTU protocol. En je ziet hier heel mooi wat pictogrammen. En je kunt dus in het SEMS dashboard kun je dus ook zien wat de waarden zijn van die parameters. En je kan diverse sensoren op aansluiten, bijvoorbeeld de windsnelheid en windrichting. Temperatuursensoren, luchtvochtigheidssensoren, et cetera. En die worden dan uiteindelijk via de Easy Logger Pro worden die gecommuniceerd naar de Goodwee server en uiteindelijk zie je dat ook weer terug in je SEMS portaal. Maar het is ook gewoon mogelijk voor analyse doeleinden of diagnose doeleinden, is het ook gewoon mogelijk om die data vanuit SEMS portal te downloaden. En dan ziet het er dan ongeveer zo uit. Dan zie je dus als je een bepaalde periode hebt geselecteerd, dan kun je gewoon kun je al die sensordata, die sensorgegevens, kun je downloaden. Dus bijvoorbeeld de windsnelheid,
Dit is instralingsintensiteit, stralingsintensiteit. En dit is dan module temperatuur. Maar je kan ook andere sensoren op aansluiten. Omgevingstemperatuur, windsnelheid, ook windrichting. Dus afhankelijk van die sensor. Je kan dus heel veel op afstand doen met die SEMS-portal. Het is ook belangrijk om dat ook te kunnen doen als jij in een ONM-organisatie zit. Je kan via die SEMS-portal kun je ook op string level kun je gaan monitoren. Je kan stromen, spanningen en dergelijke kun je uitlezen. En ook op basis daarvan kun je uiteindelijk ook beslissen of je iemand op pad stuurt of niet. En het is ook bij een noodsituatie is het mogelijk om het systeem op afstand uit te schakelen. Het zogenoemde remote shutdown feature. Nou, hier dan een voorbeeld van hoe dat eruit ziet. Die parameters die je op string level kunt monitoren. Ja, hier zie je dus het vermogen. Dit heb ik vanmorgen gedownload. Het was een systeem van vanmorgen. Hier zie je dus voltage. Linksonder en rechtsonder zie je dus de stroom die door string 1 loopt. In dit geval kunnen het ook meerdere strings zijn. En dan moet je dat gewoon selecteren in je pull-down menu. En dan selecteer je hier de periode. En dan kun je dat projecteren in een grafiek. Maar het is ook gewoon mogelijk om ook hier weer die data te downloaden door op dit icoontje te klikken. Oké. Okay. Dan volgende. Ja goed, dit zijn dan wat basis slides. En dit zal ik jullie eigenlijk besparen. Maar dit is eigenlijk... eigenlijk geldt dit ja, voor elk type en elk merk omvormer. En je kan die omvormer staand installeren of monteren. Je kan hem liggend monteren onder een afdakje of tegen de muur. Onze omvormers die hebben ook een AC en een DC connector temperatuurdetectie. En dat is eigenlijk best handig soms als dat ook wordt geëist, maar ook voor de eigen veiligheid. De AC connector bijvoorbeeld, die detecteert de temperatuur. En als die temperatuur te hoog is, zal het systeem zichzelf uitschakelen om gevaarlijke situaties te voorkomen. En dan hebben we de vlamboogdetectie. Dat is ook een hele goede feature. En in sommige landen wordt het geëist. En volgens mij wordt dat in ons land gaat dat ook straks misschien verplicht worden door bepaalde instanties. Onze vlamboogdetectie die voldoet dus aan de strenge eisen die worden gesteld, UL 1699B. En momenteel wordt dus de tweede generatie detectie toegepast. Die heeft een hogere nauwkeurigheid en die is ook eigenlijk op een frequentere frequentie dan. Die is nog vaker per seconde aan het monitoren of het signaal nog steeds goed is. En zodoende heeft hij ook een lagere responsiviteit van 130 milliseconden. Ja, en uiteindelijk is het veilig. Veilig en het beschermt ook het personeel die daarmee in aanraking komt. Ja, dit is dan eigenlijk het principeschema van die vlamboogdetectie. Die vlamboogdetectie is dus optioneel en verbruikt een additionele 1 watt extra. Tegenwoordig is het geïntegreerd op het controlbord. Voorheen was dat nog, de eerste generatie was een apart bordje. En momenteel is het dus alleen verkrijgbaar op de SMT en de MT-series. En hij is ook verkrijgbaar fabriek af. En dus je moet hem eigenlijk bij de bestelling moet je al aangeven dat je die optie erin gebouwd wilt hebben. En de vlamboogdetectie functionaliteit kunnen we garanderen op
maximaal 80 meter DC-kabel per string. Even kijken of er meerdere vragen zijn. Ik zie een nieuwe vraag. Ik zie bijvoorbeeld nu waar ik niet van op de hoogte ben. Krijgen we je presentatie ook digitaal bij Flamboog? Wordt dit dan een langere levertijd? Het hangt er even van af of Libra de omvormers met Flamboog-detectie op voorraad hebben. Mijn gevoel zegt van wel. Maar dus dan kan het vrij snel geleverd worden. En dit kan ook Pamela ook bevestigen. En voor wat betreft de presentatie. Ja, die kan ik ook digitaal delen. Ik zal aan het einde van de presentatie ook laten zien. Waar je ook additionele informatie over GoodWe. En de toegepaste technieken kunt downloaden. Maar ik kan die presentatie gewoon downloaden, dat is geen delen, dat is geen probleem. Oké, perfect. Dan gaan we over naar de kwaliteit van onze omvormer. Ik heb dat stukje niet gezegd, maar General Electric die heeft GoodWe eigenlijk ook geselecteerd als partner. General Electric die had onderzoek gedaan naar 25 omvormenfabrikanten. En uiteindelijk is het GoodWe geworden. En een van de punten waar ze echt gecharmeerd van waren, was eigenlijk toepassing van hoogwaardige componenten. Als je dan kijkt dat wij in onze filters of in onze busbar condensator toepassen van een type film. En die heeft een hogere tolerantie. En hij behoudt ze eigenlijk ook door de tijd heen. Blijft hij ook stabiel. Dus hij veroudert niet. Er vindt ook geen zogenoemde degrading plaats. Terwijl je dat bij andere type componenten wel ziet. En dit komt dan ook de kwaliteit en de betrouwbaarheid van een omvormer. Bij toepassing van dergelijke filmcondensatoren. Komt dat uiteindelijk wel ten goede. En aan de rechterkant zie je dus dat die levensduur die is eigenlijk 4 keer langer dan een conventionele of traditionele aluminium condensatoren. En dat geldt voornamelijk boven een omgevingstemperatuur van 70 graden. Ja, oké. Okay. Dit is ook weer een certificering die MT-series hebben gehad van een Duitse TÜV-keuringsinstantie. En die kennelijk heeft die ook de strengste richtlijn binnen Europa. Maar het is ook heel mooi dat de MT-series die certificatie in ontvangst heeft mogen nemen. Goed, we kennen ook een zogenoemde redundantie. Binnen het systeem. En je kan het eigenlijk vergelijken met een vliegtuig, twee motorig vliegtuig. Als één motor uitvalt, dan is het nog steeds mogelijk om te vliegen. En dat geldt eigenlijk ook voor bepaalde componenten binnen de omvormer. Denk bijvoorbeeld aan de DSP, de signaalprocessor. Die is altijd dubbel uitgevoerd. Hè. Mocht het ene signaalprocessor uitvallen, dan zal er altijd een backup processor zijn die de taken overneemt. Hier aan de rechterkant zie je dus een schema. Hierin wordt eigenlijk ook aangegeven dat dat voor de veiligheid worden er 2 relais toegepast. Ter bescherming van het onderhoudspersoneel. Ja, dit is dan een typisch slide wat uit de fabriek komt. En hier wordt eigenlijk aangegeven hoe belangrijk wij dat kwaliteit vinden. Er worden diverse testen uitgevoerd op die omvormer. Hè, van een zoutspraytest, om zeg maar het magnesiumbehuizing uit te testen, tot aan een temperatuurtest, geluidtest. Vibratietest. Dit wordt allemaal gedaan voordat
een omvormer ook daadwerkelijk wordt geleverd. Nou goed, Goodway heeft dus ook een eigen test ontwikkeld, de ATS testplatform. En dat is dus grotendeels geautomatiseerd, dus dat wordt ook middels robots en een computer gedaan. Maar er komen ook handjes aan te pas. Dus het is een zeer uitgebreide test die elke omvormer ondergaat. En verouderingstest, dat klinkt heel naar, maar wat ze hiermee bedoelen is dat die omvormer eigenlijk een soort van duurtest wordt ondergaan. En dat is echt puur om te kijken dat die omvormer ook gewoon stabiel blijft werken. Ook na die 8 uur en ook nadat die operationeel is geweest bij hoge omgevingstemperaturen. Dan gaan we door naar de volgende slide. Ja, ISO 9001. De productielijnen zijn gecertificeerd volgens de ISO-richtlijnen. En de complete fabriek is dus ook officieel EPA. Staat voor ESD Protected Area. ESD staat voor Electrostatic Discharge. Niks meer of minder dan statische elektriciteit. En statische elektriciteit is eigenlijk zichtbaar als je het voelt en als je het ziet. Maar statische elektriciteit is niet altijd zichtbaar. Zonder dat wij het weten zijn we nu misschien 500 volt geladen. En die elektronica componenten die vinden dat niet leuk. Die kunnen al bij 10 volt kunnen ze al beschadigen. En daarom is het heel verstandig om ook tijdens de productie, eigenlijk juist tijdens de productie, om je te beschermen tegen ESD. En daar zijn allerlei maatregelen voor genomen. Je ziet dat ze in een blauwe jas lopen. Het is speciale kleding. Maar ook hielaarders, speciale schoenen. Die vloer is ook helemaal geaard. Dus dat zijn allerlei zaken die wij in de fabriek hebben genomen om die kwaliteit uiteindelijk ook te garanderen. Oké, ik ga even kijken naar de chatwindow. Ik zie dat Hilbert weer een goede vraag heeft. We moeten wel eens bij mestdistributie omvormers monteren. Hoe staat de omvormer in combinatie met ammoniak? Oh, dat is een goede. Ik zal het vragen bij onze kwaliteitsmensen. Ja, als die zoutspraytest wordt gedaan, dan zou je verwachten dat die ook tegen ammoniak kan. Alhoewel, ammoniak heeft natuurlijk een andere werking op staal en metaal. Dus dit is wel iets wat ik zelf moet uitzoeken en wat ik zelf eerlijk gezegd niet weet. Bedankt voor je vraag. Dan ga ik nu verder met specifiek de HT-series. En uiteindelijk wordt een en ander ook al samengevat in dit overzicht. Het wordt geleverd in de vermogens 100 tot 250 kilowatt. Wordt geleverd als driefase uitvoering uiteraard en met 10 tot 12 MPPT's. Het is mogelijk om bifaciale panelen aan te sluiten op een HT-serie die daarvoor geschikt is. We hebben string level monitoring. Tot 50 graden omgevingstemperatuur wordt voorlastoperatie gegarandeerd. We hebben AFCI, dat is dat vlamboogdetectie. Er is mogelijkheid om die AC-connector ook te monitoren op temperatuur. Er is interne vochtigheidsdetectie, PID, reparatie. Hè, dat er in de avonduren wordt die anti-PID-mechanisme wordt geactiveerd. Bluetooth in bedrijfstelling en type 1 SPD is optioneel. HT-series die zijn ook compatible met tracking systemen. En ik ben er niet veel tegengekomen in die 2 maanden dat ik hier werk. Volgens mij wordt het niet veel toegepast
in onze regio. Maar het is wel gewoon mogelijk om het met die AT-series aan te sturen. En de communicatie geschiet via RS485. Hey, er zijn verschillende modi. Windbeveiligingsmodus, regen- schoonmaakmodus, et cetera. En je kan er ook voor zorgen dat die meedraait met de zon. Dat die panelen meedraaien met de zon. Het is ook mogelijk voor, om een 24-uurs monitoring te doen met de HT-series. Ik meen dat het ook met de MT-series kan. Wat betekent dit? Sowieso kan de PV-installatie 24 uur per dag, 7 dagen in de week gemonitord worden. Maar het is dus vooral handig om in de avonduren onderhoudswerkzaamheden te doen. Die omvorm staat nog steeds aan. En je kunt dan nog steeds bepaalde parameters ook toevoegen of updaten of wijzigen. Het is ook mogelijk om via USB-disk de omvormers te updaten, dus plug and play. En ook na een update worden alle data, alle meetgegevens, alle registratie wordt nog steeds bewaard op de omvormer en is nog steeds beschikbaar, ook na een software-update. Goed, zijn er hierover nog vragen over de HT-series? Oké, alright. Nou, tot slot. Tot slot wil ik wel een aantal zaken even laten zien. Maar die zou ik even eerst willen bespreken. We hebben een Goodwee Solar Academy site. En op deze site kun je heel veel technische documenten downloaden. Bijvoorbeeld achtergrondinformatie over de vermogenscompensatie, maar ook de vlamboogdetectie, et cetera. En je kan daar ook zeg maar nieuwsbrief van Goodwee kun je downloaden. En ik heb het net zelf ook even bekeken en ik moet zeggen dat het best heel erg interessant is. En zodoende zou ik dat ook graag heel even willen laten zien hoe dat eruit ziet. Als ik dan naar de Goodwee-site ga. En dan naar Solar Academy. En als je naar beneden scrolt, dan kan je hier zie je een stukje technical document. En als je dus hier, als je het pull-down menu activeert, dan zie je dat er verschillende technische documenten zijn die de verschillende technieken bespreken. En hier zie je de PID Recovery Solution, waar ik het net even over had. Het zijn allemaal pdf'jes. Dit is dan je dynamische vermogenscompensatie. En als ik hier ga, Architection, dat is die vlamboogdetectie. Als ik die dan download, open, ja, dan zie je eigenlijk weliswaar in het Engels, maar er wordt wel het een en ander uitgelegd over de vlamboogdetectie. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor die dynamische compensatie. Als ik die download, dat dan met die SC2000 waar we het net over hadden, ja, dan wordt hier eigenlijk uiteindelijk ook de achtergrond in uitgelegd. En er worden ook wat voorbeelden gegeven van oplossingen die veel worden toegepast in de praktijk. Dus dat het is een stukje technische document. En dan die NJ Solar. Er zijn ook verschillende uitgaves van, ook in verschillende talen. Maar als ik bijvoorbeeld de laatste pak, als ik die download, dat is eigenlijk een soort van nieuwsbrief, maar die is wel heel, heel erg geënt op installatie en projecten. En er worden ook heel veel tips en tricks gegeven hoe je moet omgaan met de wat grotere projecten, maar ook de kleine projecten plannen. En hier zie je dus ook allerlei features die mogelijk zijn en die overwogen kunnen worden om toe te passen. Dus dat is dan het Solar Academy stuk. En bovendien, als je vragen hebt over een bepaalde toepassing,
of advies. Dan kun je dat natuurlijk altijd terecht bij Libra, bij je accountmanager. We kunnen ook eventueel samen met hun kijken naar, naar alternatieve oplossingen. En daar is dus ook die Solar Academy voor. Ze zijn beschikbaar in ieder geval voor ons. En we kunnen hun altijd dergelijke vragen stellen. Vragen over mogelijkheden, over oplossingen. Dus dat is wel handig in dit geval. Dus dat was Solar Academy. En dan hadden we downloads. Die wil ik ook heel even laten zien. Je kunt dus via service en dan downloaden. Kun je ook diverse leaflets downloaden. En ook heel veel leaflets die bespreken ook weer op hun beurt diverse casussen die ook heel veel worden toegepast in de praktijk. En hier zie je dus document over de SEC 1000. Dat is die vermogensregelaar. Maar ook de SCP 2000 die we net ook hebben gezien in de configuratie van die glasvezel oplossing. En zo zijn er ook allerlei andere zaken die je kunt downloaden. En dit was een beetje tricky. Voor mij was het niet echt recht toe recht aan, maar je kan ook certificaten, gebruikershandleidingen en software downloaden. Als je bijvoorbeeld de gebruikershandleiding van een bepaalde serie nodig hebt, in dit geval MT dan een bepaalde taal, waarschijnlijk, ik weet niet of die in het Nederlands beschikbaar is, maar we gaan het even kijken en dan klikt op filter. Ja, dan zie je inderdaad het resultaat van je filter. En je ziet dus dat die gebruikershandleiding wel in het Nederlands beschikbaar is. En die kun je downloaden en die kun je ook digitaal inzien. Je ziet ook direct andere gebruikershandleidingen van de Solar Go app, die soms ook nodig is om die omvormen in te stellen. Vooral als er geen display aanwezig is. Dus dit is eigenlijk het stukje downloaden. Hier kan je ook heel veel informatie downloaden. En natuurlijk ook certificaten. MT bijvoorbeeld. En als ik dan bijvoorbeeld alles selecteer en zoek op filter. Ja, dan zie je hier dus allerlei certificaten geënt op een bepaalde land of op een bepaalde norm. Dit is dan een van de belangrijke certificaten. Die is dan geënt op de Europese norm. De 50549. En 50549 is de norm die geldt voor microgeneratoren die op het openbare laagspanningsnet worden aangesloten. Maar goed, dat waren dan de downloads. En dan hebben we een stukje SEMS Portal. SEMS Portal hebben we in principe, heb ik wat screenshots laten zien. En ik ben eigenlijk ook al heel kort ingegaan op de mogelijkheden die daarin zijn. Binnenkort is dus die bijgewerkte handleiding beschikbaar. En datzelfde geldt eigenlijk voor Easy Designer. Er is een hele verbeterslag gemaakt ten opzichte van de initiële versie. En ook daar is die handleiding binnenkort beschikbaar. En wat ik net zei, ook aangaf, hè, we zijn ook bezig met een aparte sessie voor de SEMS Portal. Waarin we eigenlijk alle mogelijkheden van de SEMS Portal gaan behandelen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor je Easy Designer. Daar gaan we dus ook iets voor organiseren. Ja, en dat was het eigenlijk. Dat was eigenlijk de laatste slide die ik had voor deze webinar. Ik ga even kijken of er meerdere vragen zijn. Even kijken hoor. We moeten messen. Is het mogelijk om ook een combinatie met opslag te gaan gebruiken? Oké. Dan moeten we gaan keuren op deze vraag om mee te nemen in de stringen. Dan kunnen we deze dan aan jullie vragen voor goedkeuring. Ze eisen ook een certificaat voor MC4-stekkers die jullie toepassen op de omvormers. Hebben jullie deze ook? Oké. Even kijken hoor. Ja, er zijn heel veel vragen. Opslag, dat is inderdaad ook opkomend. In ieder geval langzaam opkomend voor Nederland.
In Duitsland wordt het al volop toegepast. Italië ook volop toegepast. Daar worden meer opslagomvormers verkocht dan on-grid omvormers. Dus die certificaten zullen ongetwijfeld zijn. En je zegt vanaf 2021 moeten we gaan keuren op scope 12 deze vragen om mee te kijken met de stringindeling. Kunnen we deze dan aan jullie vragen voor goedkeuring? Ik zal voor mezelf ga ik wel even de richtlijnen die daarin worden beschreven, de checklist, ga ik wel even achterhalen om te delen met onze ontwerpafdeling. Zodat wij geen verrassingen achteraf krijgen. En zodat we ook klaar zijn voor die scope 12 keuring. En je geeft ook aan dat zijn certificaat eisen van de MC4 stekkers. Daar ga ik dan ook even achteraan. Die MC4 stekkers zijn volgens mij eigen makelarij. Het is wel zo, volgens mij, ik kan me ook vergissen, maar de scope 12 heeft ook als check dat de meting connector, hè, dus de connector op het DC-kabel die je in de omvormer stopt, dat die eigenlijk van hetzelfde merk moet zijn als de connector op de omvormerzijde. Dat weet ik wel. En ik ga ook even kijken of wij dan voor onze omvormers, of wij een certificaat hebben. Dus op die vragen ga ik zeker terugkomen, Hilbert. Zijn er nog meer vragen? Oké, ik maak even een screenshot van de chatwindow. Dan weet ik zeker dat ik die vragen in mijn bezit heb. Als er geen andere vragen zijn, dan zou ik alle deelnemers, Hilbert, Gerald en Wendy, willen bedanken. En als er vragen zijn, stel die gerust aan je accountmanager. En die, als die er niet uitkomt of als die support nodig heeft vanuit Goodweed, dan zijn wij heel erg blij om daar support in te leveren. Dan zou ik het bij deze hierbij willen laten. Pamela, ben je nog online? Ja, je bent wel online. Dus zou ik het hierbij willen laten en zou ik jullie nogmaals willen bedanken voor jullie tijd om deze webinar te volgen.